Ik denk dat mijn vader dus eigenlijk pas tot zijn diepe geloof is gekomen op het moment dat twee van zijn kinderen overleden. En dat was kort na de geboorte een tweeling. En dat hij toen een inzicht kreeg in, wacht eens even, nu heb ik zoiets verschrikkelijks meegemaakt. En nu kan ik pas met iedereen daarover praten die ook iets verschrikkelijks heeft meegemaakt. Dus hij kan dan op dat moment werkelijk pastor zijn. En daarvoor was hij iemand die theologie had gestudeerd. En vanuit zijn functie toch pastoraal moest doen. Ja. Maar nu pas doorvoeld kon doen. Ja, ja. En dat is dan ook naar mijn idee de betekenis van de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Dat je zegt, nou ja, wat hij genomen heeft is duidelijk, dat is mijn kind. Maar wat heeft hij mij dan gegeven? En dat is dan het vermogen om te kunnen troosten. Het vermogen om dat leven dieper te bekijken en te doorgronden. En het heeft er bij jouw vader toe geleid dat God dichterbij kwam en niet? Dat hij zich niet van God heeft afgekeerd? Nee, juist niet. Nee, dichterbij.